Een goede middag is het. Het is vandaag 30 december. Morgen is het oudjaarsdag. Dus ik denk, we gaan even een eindejaarsvlogje opnemen voor Project A. Ik wou wel een hele blogpost maken van wat het afgelopen jaar is gebeurd en zo. Maar dat is toch niet mijn ding. Ik vind dit face-to-face fijner. En hou van jullie ook. Project A, 2016. Ja, wat zal ik zeggen? Wat is het verschil met 2015? Niet veel. Ben ik verder gekomen? Nee. Ben ik slechter geworden? Nee. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje blijven hangen. En ja, alleen het gewicht gaat gewoon niet omhoog. Maar ja, dat komt door het braken in de diarree natuurlijk. Maar ik voel me wel een stuk beter als in 2015. Ja, dan moet ik weer afkloppen. Meestal als ik dit soort dingen zeg, dan gooi ik mijn eigen glazen in. Ik voel me beter. Ik kan wat meer doen. En ja. Alleen het lichaam. Maar ja, dat roep ik nu al jaren. Het lichaam. Maar het lichaam start niet op. Want als je na 4 jaar al blert van het lichaam moet opstarten. En dan 4 jaar later is het lichaam nog niet opgestart. Ja, waar zit je dan? Wat wil ik verder? Ja, ik wil toch omhoog. Maar ook dat gil ik al een paar jaar. Gaat het lukken? Ik weet het niet. Ik durf het je niet te zeggen. Ik ga wel mijn uiterste best doen natuurlijk, want omdat ik me niet zo goed voel, wil ik natuurlijk steeds meer doen. En hoe beter mijn lichaam dadelijk is, hoe meer ik nog meer ik kan doen. Dus, ja. Ja. Dus ja, ik heb niet eigenlijk goede voornemens voor 2017. Ik ga gewoon knallen en ik ga mijn dingen doen en go, go, go. Ja, het enige waar ik wel voor moet zorgen is dat mijn bloedwaardes op peil blijven. Want dat is nogal een tricky dingetje hoor. Het kalium en het natrium. En ja, dus daar moet ik wel, ik moet sowieso blijven knokken. Daar niet van, want ik ben daar totaal nog niet. Echt niet. Maar we gaan door in 2017. En afgelopen jaar met jullie steun, online steun, want ik heb echt heel veel van jullie online steun gehad, hoop ik in 2017 ook weer gewoon eventjes gewoon die boost te kunnen krijgen als ik even een dipje heb of wat dan ook. En dat kan op Facebook zijn, op Instagram zijn of Snapchat zijn, noem maar op. Jullie geven me elke keer weer die boost en dat vind ik helemaal top van jullie. Tuurlijk, er blijven negatieve reacties, maar hey, dat is online. En dat is real life, want in het echte leven heb je dat ook. Maar daar moet je mee leren omgaan. En dat gaat wel. Ik hoop jullie natuurlijk weer in 2017 terug te zien op Project A. En ja, ik kan jullie alleen maar bedanken voor het afgelopen jaar. En ik hoop jullie volgend jaar weer terug te kunnen zien op de site. Ik wens iedereen een hele fijne jaarwisseling. Ik ga janken ook. Zie je dat? Kom dat jullie topper zijn. Een hele fijne jaarwisseling. En geniet er lekker van. En ga je doelen halen. En doelen bereiken. Die je wil bereiken in 2017. Want je weet, mijn motto is: waar een wil is een weg. En dat geldt ook voor jullie. Dus nogmaals. Een topjaarwisseling. Kijk uit met vuurwerk. Want oef. Haat het. En tot volgend jaar. Dag kanjers.